hier vandaag in de kerk. Dit is een prachtige man van zijn echt vloedgevolg. Die taak was voor hem veel vooruitgezet. Hij wordt zo overleden, laat niet alleen de club geweest achter, maar ook zijn vrouw, familie, kinderen en vrienden. Mug zal altijd een heel groot groep blijven, zoals zij zeker zal zijn leven in de harten van elke aartsbisschop. We gaan de rustig, niet alleen met het werk dat hij verrichtte, maar ook zijn vriendelijke, sympathieke en hulpvaardige karakter. Rustig maken. Wij gaan 1 minuut stilte houden, maar wij gaan wel 1 minuut applaudisseren. Aanspreekt omdat Norma en Wim twee mensen waren die mij van de eerste seconde hierin met open armen ontvangen hadden. En ook op de mindere momenten eigenlijk mij ze altijd zijn blijven steunen. En goed, als je dan vorige week tegen Dessel wint, jij krijgt nog een omhelzing en een felicitaties van Wim. Zo'n fantastische man die altijd alles voor de club gedaan heeft, waar heel Geel geen enkel slecht woord over kan vertellen. Dat we absoluut die wedstrijd wilden winnen. En sportief heb je nooit
in de hand of je de wedstrijd gaat winnen of niet. Maar ik ben uiteraard heel tevreden wat de spelers vandaag getoond hebben. Op het veld, naast het veld, het eerbetoon. En ik hoop dat wij aanstaande donderdag en zaterdag het gepaste afscheid voor Wim kunnen doen.